Kijk, Sif. Feliz. We doen ons best, we doen ons best. Wij doen ons best. Hey, goedemorgen. Vandaag is het zondag en we zijn nog steeds bij Monica. Iedereen is vanochtend naar de kerk. Behalve ik, want ik wil... Waarom ben ik zo blauw? Nu is het beter. Want ik wil bij Zara blijven. Ja, liefie. Ze is hier lekker aan het spelen, alsof ze helemaal thuis is. Want we gaan vanmiddag naar een wedstrijd. Dus ik wil dat ze vanochtend even goed hier thuis slaapt. Want zij zijn pas over 2-3 uur thuis. Dus ik wilde gewoon dat ze hier sliep. In de kerk kan ze niet slapen. Vanmiddag gaan we dus naar een baseballwedstrijd. Als verrassing had Monica daar tickets voor. Superleuk. De grote grap is nog dat ze het heel slecht doen. Ze had hele dure tickets een paar maanden geleden gekocht. En nu zijn ze super cheap omdat ze zo slecht spelen. Maar goed, daar hebben we er super veel zin in. Ik ben ondertussen een ei aan het bakken voor mezelf. En ik ben hartstikke klaar. En wel grappig, ik bak dus nooit op inductie. Ja, dat klopt. En de fan zit dus hier bovenin. Dus in de magnetron. Zo krijg ik hem uit. Oké. En ik kom met jou spelen nu. Ze heeft de tijd van haar leven hier. Ze doet ook echt hier alsof ze thuis is. Dat is echt heel grappig om te zien. Ze slaapt als thuis. Ze speelt en doet als thuis. Ze is echt een beetje thuis hier. Ik denk dat ze heel blij is om weer gewoon een huis te hebben. Dus ik vind het wel een hele lekkere afsluiting die laatste week. Nou, lunchtijd. We zijn bij de Wawa Food Market. En we gaan weer even snel eten halen. We gaan straks naar een honkbalwedstrijd. En daar hebben we eten nodig. Denk je dat we onze Uber-chauffeur een flinke fooi moeten geven of niet? No. You heard what I said, I think. Yeah. She didn't do very well. I think you get a good review. This car has air conditioning. Yeah, but you avoided the toll roads. It took us 4 hours. No, it took the same amount of time. So we was vergeten in Google Maps aan te zetten dat je over tolwegen wilde gaan. Die heb je eigenlijk bijna alleen maar tolwegen. We moesten echt helemaal binnendoor. Ze dachten van, hé, dit duurt lang. Maar we zijn echt 1 uur onderweg geweest. Kijk, Sif. Ja. Feliz. Oh, dat is wauw. Dat is groot. Ja, dat is wel indrukwekkend. En we are in. Kijk, de crew is hier. Er is nog een vriend van Monica's meegekomen. En we gaan nu voor het eerst het veld zien. En het schijnt dus dat ze het echt super slecht doen. Dus dat het stadion net hartstikke leeg is. En dat we tickets hebben voor waarschijnlijk een hele saaie wedstrijd. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om de ervaring. Niet gedaan. Dus het gaat nu beginnen. Alleen we moesten de kinderwagen inklappen voordat we naar beneden gingen. Oh, this is exciting. Ik vind het echt super leuk om mee te maken. Wow, you got us some good seats. Wow. Thanks. Niemand is hier. Ik ben in mijn eentje aan het juichen. Het is echt heel leuk om dit mee te maken. Het is echt. Cheers, cheers, cheers. Yay. Cheers. We doen ons best, we doen ons best. Wij doen ons best. Missed opportunity, honey. We'll do it next time. Yeah, we'll do it next time. Wow, er ging echt een bal heel hard in het publiek. Oh my gosh. That was scary. It hit that TV. That was scary. It hit the TV? The TV, the one in front of 137. Oh, really? Oh my gosh. Die kwam echt heel hard. Zo, maar ik was ook echt niet aan het opletten als ik op Zara was gekomen. Ja, ik dacht ik zo. Echt? Ga ik er goed naar aan. Nee, deed het echt. Ja, ik was er wel mee aan het gaan, ja. Brain shake, hè? En mijn tweede was, waar is de vlogcamera? Echt zo. Dat ding lag gewoon niet eens op de grond of je zegt, pak de camera, pak de camera. Through
through the night with the light from above. From the mountains to the prairies to the oceans white with foam. Ik ken haar van 5 of 6 jaar geleden, toen ik in Amerika studeerde heel kort, sliep ik bij Monica op de kamer. En haar huisgenote was beste vriendin met haar, dus zij was er echt altijd. Ze noemde haar ook het 5e huisgenote, omdat ze er altijd was. Dus ja, het was echt heel erg leuk dat ze erbij was en dat ik haar weer een beetje kon zien en zo. En dat ze Hans kon ontmoeten en Hans haar. So what do you think of her? Oh, she was... I didn't like her. No, I'm kidding. She was nice. Yeah. She really was nice. I like her, see. So we'll does see. Anyone remember where we parked? You were supposed to remember. Yeah, that's Wait, true. Wait, no, I was supposed to buy beer. It was no. your job to remember you where said we parked. I will remember where we parked. I said, I'm going to have no idea. I have no memory of this. You already bought the beer. That's true. I bought the beer. I did my job. I think I know. I think I know also. I we have to go to the left. Yeah. All to the left. Yeah. No, you're And then just straight away. Thinking that I don't know. Now I'm offended. He knows. He always knows. Precies op haar slaaptijd waren we in de auto. Dus ze is in slaap gevallen. Er is hier zo wat lekkers. Dit is de pulled chicken die heel goed is. Well, maybe not. Pound cake die heel goed is. Avocado chocolademousse. En dit is een chocolade... taart met frosting erop. Maar deze vinden we het eigenlijk wel lekker. Ik vind die ook heel lekker. Ik vind die frosting heel lekker. Die moeder heeft er zoveel gebakken. Ik zei net, ik begon het weekend echt super van, nou, ik moet niet alles nemen, weet je wel. En aan het einde van het weekend, nou, ik ben all out. Echt, ik neem alles. They understood that. Yeah, that's the part. Yeah. Oké. Okay. Nu is het echt voor de allerlaatste keer alles inpakken en zo. Hans zei net, dit is echt zo'n Trump pet. Ja, echt, als je niet ziet, als je een beetje van onderen kijkt en niet ziet wat erop staat, die P, lijkt me alsof je een Trump supporter bent. Ah ja, I get it. Oké, ik zou zo'n sticker erop zitten. Het is nu echt, echt, echt. Ja, mijn haar zit niet meer, want het is heel laat. We hebben tot heel laat zitten kletsen met, het is de laatste avond, met Randy en Nancy, de ouders van Monica en Monica zelf. Heel gezellig, want je kunt echt ontzettend lachen met die ouders en met Monica. En soms dacht ik ook, ik moet echt de camera erbij pakken, want het is zo grappig. Maar tegelijkertijd, ik wil hen ook niet elke keer op camera gooien. Als het dan gewoon heel gezellig is, weet je wel. Ik weet niet, het is soms een beetje, het breekt soms een beetje het moment als ik dan in één keer de camera pak. Want iedereen heeft dan wel het gevoel van, ja, er wordt gefilmd. I don't know, iedereen is dan wel voor een gevoel iets minder henzelf automatisch. Terwijl dat niet zo is, want ze zijn echt hetzelfde op beeld als dat ze zijn. Echt heel erg leuk. Maar wat ik wilde zeggen,
de trip komt nu echt tot een einde. Onze vakantie. Want we gaan nu voor de allerlaatste keer inpakken. Ja, ik ga het hier echt missen. Ik ga het hier echt heel erg missen. De afgelopen dagen het voelde hier zelfs thuis. Omdat we hier al... Dit is voor de derde keer dat we hier voor langere tijd zijn. En zij voelen zo vertrouwd. Dat ik het bijna... Typisch, als je auto-alarm moet opgaan van speelgoed. Dat ik het bijna als vanzelfsprekend ben gaan zien om hier te zijn. Omdat het allemaal zo vertrouwd voelt. Maar echt... Ik waardeer het hier zo om hier te zijn. En zij zijn zo gastvrij. Echt, ik ben nog nergens zo gastvrij behandeld als hier. Die moeder heeft gekookt en eten gemaakt. En echt, maar constant alles aangeboden. Wil je chips, wil je dit? En ook vanmorgen onderweg. Ze pakt van alles in. Nee, echt gastvrijheid en top. Dat is echt waar. Dat vind ik echt overal in Amerika. Ook gastvrij ze zijn, dat herken ik echt nergens. Dat is echt heel, heel bijzonder geweest. En... Ik denk dat we dit keer misschien nog wel het meest gastvrij, omdat we voor hen ook het meest vertrouwd zijn. Ja, dat is echt... We werden nu echt als familie behandeld. Ja. Ook toen we vandaag kwamen de andere gasten. En toen werden wij echt behandeld als familie. Zo van, get out of the kitchen, weet je wel. Ja. Maar ik vond het heel fijn. En later zei die moeder van, ja, sorry dat ik een beetje jullie als tweedehands behandelde. Ik zeg, nee, dat maakt ons juist echt heel veel meer thuis en zo. Het is wel echt heel bijzonder om hier te zijn. En ik ben heel blij dat we een beetje hebben kunnen vloggen. Dat je een klein beetje hebt kunnen proeven hoe het hier is. En ik hoop ook dat je dat hebt geproefd. Weet je wat, ik vlog wel als we een heel stuk verder zijn. Want anders wordt het echt een hele lange vlog. Are you continuing the party with Hans? Yeah, we just don't. Yeah, we're trying. Hans doesn't like my... I said, like if she has this cap it's and you so look cute. A bit from below and you don't see the pee. It's like this Women for Trump cap. You can totally see it, right? It's the same color red. It's true. Make America great again. Make America great again. It's a no. Like no. If you look like this, you don't see I the finish. I reject it. No. Not at all. Nancy's not happy. Not happy with that joke. No. Not happy at all. Okay, even een update. We doen er echt heel veel langer over dan de vorige keer, omdat we echt zo moe zijn en allebei geen zin meer hebben. Maar ik denk eigenlijk als ik zo om ons heen kijk, het valt eigenlijk best wel mee. We kunnen nog meer shoppen. Gelukkig hebben we morgen nog tijd.